Vanavond stierf een echtpaar in Loenen aan de Vecht. Een paar dagen na die avond stond een dochtertje terecht. Haar familie zei ze is schuldig, anderen zeiden het is niet waar. Maar als ze het gedaan had, was het wel een beetje raar. Want je hakt toch je vader niet in duizend stukken? Ook niet als je hem ermee verrast. Nee, je hakt toch je vader niet in duizend stukken? Dat de buren zullen roddelen, sta vast. Het bijltje in haar hand stond ze stilletjes gereed bij de sofa waar haar vader even snel een tukkie deed. Met een 1, 2, 3 in godsnaam viel ze hem geestdriftig aan, hopend dat hij naar de hemel ging, want hij had geen schoenen aan. Zeg, je hakt toch je vader niet in duizend stukken, al is het op zichzelf een leuk idee. Nee, je hakt toch je vader niet in duizend stukken, al zie je het nog zo vaak op de tv. Bevrijvend keek ze naar haar juist voltooide nieuwe werk. En toen zag ze plots haar moeder die terugkwam van de kerk. Leid het bijltje erbij neer en zei haar netjes goeiedag. En de tweede keer die avond ging ze lekker aan de slag. Maar je hakt toch je moeder niet in duizend stukken, al heb je met dat bijltje meer gehakt. Nee, je hakt toch je moeder niet in duizend stukken, als je zoiets doet dan toon je niet vertakt. Als het zomaar voor de lol of voor de pret deed is niet waar, want ze vond haar ouders eigenlijk een heel gelukkig paar. Maar als ze iets niet doen mocht en het dan toch stiekem deed, zei haar vader kapper mee en dat is precies wat ze nu deed. Maar je hakt toch je ouders niet in duizend stukken, al heb je met dat bijltje meer gehakt. Nee, je hakt toch je ouders niet in duizend stukken, als je zoiets doet dan toon je niet verdacht. Maar je hakt toch je ouders niet in duizend stukken, al heb je met dat bijltje meer gehakt. Nee, je hakt toch je ouders niet in duizend stukken, als je zoiets doet dan toch.